En dan zie ik al jullie lieve berichtjes in de chat. En dan kan ik het gewoon bijna niet droog houden, jongens. Ik ga heel even kijken of ik al zichtbaar ben. Want ik klets altijd wel in de rondte. Maar ik moet er natuurlijk ook nog hoorbaar zijn. Volgens mij zijn we er. Volgens mij zijn we er. Goedemorgen allemaal. Ik vind het al super lief dat jullie er zijn. En ik heb ontzettend met tranen in mijn ogen al jullie berichtjes gelezen. En de mailtjes en de appjes. En ja, nou, goed zo, dankjewel Yvonne. Ja, nou, ik ga mijn best doen voor de laatste live uitzending. Ik wil er ook gewoon echt gewoon een Martine van maken, zeg maar. Dus ik ga mijn best doen. Ik heb het voorbereid. Dus als het goed is, moet het goed komen. Maar het voelt natuurlijk wel nog, ja, wel echt een belading. Maar ik vind het. Nogmaals, super dankbaar voor al jullie hele lieve berichtjes. Dus dat doet me ontzettend goed. Vandaag. Sorry, maar ik ben nog steeds niet helemaal lekker. Het model van de kaart die we vandaag gaan maken is eigenlijk een heel oud iets. Wat we al, nou, ik denk al 10 jaar geleden wel eens maakten. Dat waren easelkaarten. En toen dacht ik, nou, dat heb ik eigenlijk zo lang niet gedaan. Dat ga ik lekker doen. Dan ga ik jullie ook even uitleggen hoe je dat precies moet maken. Het is heel eenvoudig, maar dat is altijd als je weet hoe iets werkt. Maar het geeft wel altijd een heel leuk resultaat. En het maakt ook eigenlijk niet uit in welke vorm je het gaat doen. Daarom heb ik ook bewust allemaal verschillende vormen gemaakt. Ik heb hem hier in een rechthoekje gemaakt. Ja, deze zit vrij los omdat hij hier achter blijft hangen. Maar het leuke is, je kunt dit dus ook gewoon plat verzenden in een envelop. Dus dat is altijd de vraag, ja, maar hoe ga ik zoiets dan verzenden? Nou, zo'n easelkaart is er eigenlijk voor gemaakt dat je hem ook weer terug kan vouwen in de originele staat. Maar het is zo grappig, want zo krijg je dus echt nou ja, een vormkaart die je neerzet. Dus daar hoef je eigenlijk geen dubbele kaart van te maken. Dit is al de staande vorm. Maar je kunt het dus ook doen in bijvoorbeeld een hexagon. Snap je? Ook deze kant kun je gewoon losmaken en pak je hem plat. Snap je? En zo kun je hem dus ook heel makkelijk verzenden in een envelop. En het gaat er dus om dat je wel altijd iets maakt waar je hem tegenaan kunt hangen. Zodat hij dus ook wel rechtop blijft staan. Alleen bedacht ik me op het allerlaatste moment. Dit is heel lastig om live te laten zien. Want ik ga natuurlijk zo werken. Maar jullie kijken vanaf de bovencamera. Dus toen dacht ik, nou ja, ik laat het even los. Ik ga het zo goed mogelijk laten zien. Maar het is natuurlijk de bedoeling, jullie moeten het zo zien. Snap je? Maar dat komt natuurlijk omdat ik vanaf een bovencamera film. Maar het effect is dus wel heel grappig, want dan ziet het er zo uit en aan de zijkant kun je hem ook gewoon neerzetten. Snap je? Dus ik vond dit wel leuk, dacht dat ga ik weer eens doen. Dat heb ik al zo lang niet gedaan. En hier heb ik hem gemaakt in een cirkel, dus voor jullie moeten jullie het zo zien eigenlijk. En ook deze klapjes als ware gewoon weer zo. En dan heb je gewoon een platte kaart die je kunt verzenden. Snap je? En het is dus de bedoeling dat je hem ergens tegenaan hangt. Goedemorgen allemaal. Dank jullie wel hoor. Ik ga het allemaal. Oh. Sorry. Ja, zo beter? Dankjewel hoor. Ja, goedemorgen. Dankjewel, Josette. Ja, als het goed is, ik heb al het idee dat ik hem dan in slik, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als ik zo beter zichtbaar ben dan. Dankjewel, Sonja. Ja, jullie ook ontzettend bedankt. Ik vind het wel heel lief dat jullie even de moeite nemen om doei te komen zeggen. Sowieso al jullie berichtjes. Dus, oh, je maakt hem nog regelmatig, zie ik Kitty zeggen. Nou, het is ook inderdaad gewoon een heel leuk model kaart. Maar ik wil je ook nog even laten zien dat je met hetzelfde model van zo'n stans ook een dubbele kaart kunt maken. Maar dat ga ik je zo even uitleggen. Want, nou, maar dat vind ik wel altijd leuk. Zo heb je een kaart, maar je hebt ook een dubbele kaart. Zo zie je eigenlijk niet. Wat ik gedaan heb, is hem eigenlijk op de achterkant zo geplakt. Zie je dat? Maar dat laat ik je zo zien, want dat heb je voor die easelkaart ook nodig. Maar dit is ook een leuke vorm van een kaart. Dus dit is hem in een easelkaart. Heb ik hetzelfde model stans gebruikt. Maar je kunt hem dus ook leuk als een dubbele kaart maken. En deze stempel kon natuurlijk niet missen. Dit zijn een soort van madeliefjes. Toen dacht ik, nou, als mijn laatste afscheidkaart maak ik toch een kaart met madeliefjes. En die heb ik ingekleurd met de Kansai Tambis. En de Metallic Kansai Tambi. Dan zit er ook een soort glanslaag op. En ik heb hem geëmbost met zwarte embossingpoeder. En daarna ingekleurd. Maar dit vond ik wel een hele toepasselijke afscheidskaart. Dus nou, vond ik wel leuk dat er precies een madeliefjesstempel in zit. Dus dat ga ik lekker stap voor stap met jullie doen. Vorige week trouwens
hadden we drie verrassingspakketjes weggegeven aan de mensen die een bestelling hadden gedaan voor woensdag. Dat mag ik de laatste live uitzending ook doen. Dus doe je voor woensdag een bestelling bij Evelien's Design, dan maak je kans op een verrassingspakketje. En ik heb even de namen opgeschreven, want dat ga ik in mijn emotionele toestand helemaal niet onthouden. Maar de prijswinnaars van vorige week, maar waarschijnlijk heb je je prijsje al ontvangen, dat waren Monique Hildernissen, Elke Keizer en Hanna Wesseling. Die hadden gewonnen. Dus veel plezier met je prijsje. En ik mag hem dus voor de laatste keer nu ook weggeven. Dus doe je een bestelling voor woensdag, dan maak je dus kans op een verrassingspakketje van de Sweet Honey Designs. En dat is ook waar we deze live uitzending mee gaan werken. Want dat is het nieuwe merk wat wij in het assortiment hebben gekregen. En dat heeft heel veel stanzen en heel veel stempels. En ook van die plakstickertjes. Dus ook die ga ik dus vandaag met die producten gaan we ook werken. Dus daar maak je een kans op een verrassingspakket. Dus dat is zeker wel de moeite waard om mee te doen. Dankjewel, Karin. Hey, Rolly. Leuk dat je even meekijkt. Goedemorgen, Magda. Oh, het is wel gezellig druk. Sabine is er. Is naar boodschappen gedaan. Ah, lief. Nou, ik weet ook niet helemaal of ik het helemaal droog kan houden vandaag. Maar ik ga mijn best doen. Ja, en inderdaad, de prijswinnaars. Als het goed is, ik weet niet of jullie online zijn. Maar als het goed is, heb je je prijs al ontvangen. Dus dat is wel leuk. Wat ik dus ook wel even laat zien, is dat Sweet Honey Designs ook stansen heeft. En ik ben altijd eigenlijk wel gek op basic stansen. Zo heb ik dus, zo is dus, dit is een stans. Daar zitten dus heel veel cirkels in. Als je deze kaart groot vindt, heb je hem ook als een riebeltje nog in het wat kleiner formaat. Maar ik vind het juist wel leuk. Het geeft net even iets meer body. Maar het leuke van deze stans is dat er ook hele kleine leuke elementjes bij zitten. Zo is dit bijvoorbeeld een knoopje. En is dit van die sequins. Weet je wel, die. Dat heb ik hier wel liggen. Deze dingetjes. Die zie je ook heel veel terugkomen op kaarten. Heb je dit nou niet, kun je ze ook zelf maken. Maar die zijn natuurlijk ook super leuk om voor schutmateriaal te gebruiken. Sowieso die kleine ornamentjes, hè? Want deze hartjes kun je ook heel leuk als schutmateriaal gebruiken. Als je ze uitstanst in gewoon designpapier of op kraftpapier. En hier heb je dus die ja, confettietjes, pailletjes, sequins heet het officieel. En hier heb je hem iets kleiner. Dit is een knoopje, wat bloemetjes, hartjes. Ik vind dit wel echt een hele veelzijdige stans. Zit er geloof ik iets van 21 stansen in of zo. En daar heb ik dus ook deze vorm kaart mee gemaakt. En deze vorm trouwens, deze stempel, is misschien ook wel even leuk, heb ik even apart gelegd. Dit is een stempel, maar die heb ik gewoon, die had ik al ingekleurd. En toen dacht ik ga hem gewoon rond uitstansen. Dus dit is deze stempel. Maar dat zie je eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik heb hem gewoon door de stansmachine heen gehaald met een wat kleinere cirkel. En zo kun je dus zien dat je met van zo'n, ja, hoe noem je het, achtergrondstempel, ook dus gewoon heel leuk de basis van je kaart kunt maken. Ik vond het wel grappig even om even jullie mee te delen. Ik leg heel even mijn kaartjes even aan de kant, want ik ga natuurlijk hier verder mee aan het werk. Maar ik wou je dus ook even laten zien dat ze dus ook andere modellen had. Ik ga vandaag aan het werk met met deze rechthoekstans, omdat ik wel vind dat een rechthoekkaart is wat we eigenlijk gewend zijn. Dus ik dacht, ga ook maar niet al te gek doen vandaag. Het is gewoon een basic normale stans. Ook hier weer het kartonrandje. En ook hier zie je weer het, ja, zo'n banner is het eigenlijk. Maar die heb ik hier ook gebruikt als de stop voor mijn easelkaart. Want je moet hem natuurlijk wel ergens tegenaan klikken. Nou, zo hebben we dus ook bloemenstansen. Die passen trouwens passend bij een stempelset. Dus je hebt stempels. En dan kun je het ook stansen, maar je kunt die bloemen uiteraard ook zonder de stempel gebruiken. Ze hebben hartjes. Ze hebben een happy birthday, maar daar hoort ook de tekst bij. Dus dat is ook grappig. En wat ik echt heel leuk vind, zijn de alfabets. Ik ben gek op de alfabetstansen. Dit zijn dingetjes, hoe noem je dat? Cijfers. En dit is nog een hoofdletters, kleinletters. En het leuke is, er zitten ook meerdere A's en E's in. Want dat zijn altijd wel de stansen die je vaak nodig hebt. En wil je een woord achter elkaar stansen, dan mis je nog wel eens een extra. En dat vind ik wel heel fijn. Dus als je feestje wil uitstansen, dan kan dat, want je hebt een dubbele E erin. Nou, dan heb je nog die hexagon. Dat is deze mal. Er zitten ook heel veel verschillende mallen in. Daar heb ik deze kaart mee gemaakt. Dus daar kun je ook een dubbele kaart van maken, maar kun je dus ook die ISO-kaart van maken. En dan hebben ze ook nog de vierkante model. Deze is wel ietsjes groter, dus ik kies vandaag voor het langwerpige model. Maar ze hebben dus ook een heel uitgebreid stansen. En ik wil ook nog trouwens heel eventjes, voordat ik dat vergeet, ze hebben zelf ook heel veel uitwerkingen gemaakt. Een totaal andere stijl als mezelf, maar dat is juist leuk, dus die wil ik ook nog even laten zien. Dat zijn de kaarten die het designteam van hun zelf hebben gemaakt. En dat vond ik wel heel grappig. Hier hebben ze met vellum
geëmbost en toen uitgestanst of geknipt. En dat geeft ook wel een heel grappig effect, zie je dat? Maar dit zijn de kaarten die dus niet door mij gemaakt zijn, maar door het designteam zelf. Nou, het is ook wel heel erg mooi. Dit vind ik ook een hele leuke kaart. De Baby Boy. En heeft ze gewoon de achtergronden gemaakt met bijpassend. Dit zijn ook allemaal de stempels die van hun ook trouwens zijn. Nou, hier ook een. Nou, dit zou ik wel gemaakt kunnen hebben. Geëmbost met de vlinders. Die vlinders heb ik zelf ook gebruikt. Dat is deze stempelset. Zie je dat? Dit past wel een beetje in hetzelfde sfeertje. Nou, dit is ook gewoon heel erg lief. Allemaal uitgestempeld en uitgeknipt weer, zeg maar. Nou, dit is diezelfde stempel wat ik gebruikt heb, maar dan in mijn easelkaart met Happy Birthday. En dit is nog een hele artistieke kaart, Happy Birthday, wat mannelijker. Maar dit zijn weer andere stijlen. En dat is wel grappig dat je met hetzelfde product een totaal andere kaart kunt creëren. Vind ik altijd wel fascinerend. Hoe heb ik de standaard van de ronde easelkaart gemaakt? Deze bedoel je? Dit is ook een stans. Die komt uit die cirkelstans. En dan even Beautiful Day heb ik gewoon eigenlijk een button van gemaakt. En daar plak ik hem achter. Bedoel je dat? Oh, sorry. Ik moet voor jullie even zo laten zien, hè? Ah, lief hoor, Roelie. Dat waardeer ik. Vind ik lief van je. Kan je de link sturen? Wat bedoel je precies, Nettie, van de spullen wat we nu gebruiken? Dat heb ik wel hoor. Althans, het overzicht van de meeste producten die ik nu laat zien. Is leuk, hè? Dus dan ga ik nu lekker. Ik denk dat ze de basis bedoelt. Oh, deze ronde stans bedoel je? Ja, ik ga sowieso uitleggen hoe het werkt hoor. Ik heb hem dan in het vierkant voorbereid. Hier. Wat krijg je als je te veel en te snel wil praten? Dan moet ik altijd weer even op de rem drukken. Dit is de stans die ik gebruikt heb als basis. Dit is de grote cirkel en het kleine dingetje heb ik gemaakt met de stans. En dan past er ook weer een cirkelstans bij en daar heb ik op gestempeld. Zo heb ik hem erachter geschoven. De basis is deze mal. Dus dat is een cirkelmal met allerlei verschillende maten van cirkels. Dus zo heb je altijd wel een matching bij een product. Want ik heb ook de basis hier en ook de verschillende cirkels. Zie je dat? Die komen allemaal uit hetzelfde malletje. Dank je wel. Ach, ik vind het ook heerlijk om te doen hoor. Dat is ook het ding niet. Maar ik merk gewoon. En ik ga het zeker ook de creativiteit missen. Maar ik merk dat ik gewoon nu op een punt sta dat ik gewoon even rust moet nemen. En het is een heel rigoureus besluit. Maar neem van mij aan. Dat kwam niet van één nachtje slapen. Daar is een hele tijd overheen gegaan. En ik denk dat, nou ja, wat ik in de berichten ook wel las, dat er veel mensen wel, dankzij de corona, nou ja, dankzij, maar ja, toch wel heel even daar last van hebben. En dat geldt zeker ook voor hier privé. En dat is echt wel de reden dat ik echt even een tijd even gewoon ook niks ga doen. Ik ga ook gewoon niks doen. Dus ik heb ook niet dat ik iets ander werk ga doen. Ik ga gewoon even helemaal niks doen. Ik ga echt vakantie nemen en echt even tijd voor mezelf en voor mijn gezin. En dat is gewoon voor nu echt even belangrijk. Achter de standaard bedoel ik. Achter de standaard. Nou, ik heb hem eigenlijk als basis en dat ga ik je nu laten zien hoe dit werkt. Want eigenlijk is dit de basis van je kaart. Maar dat ga ik je nu stap voor stap doen. Dat ga ik met een vierkant rechthoekige kaart doen. En dat maakt niet uit welke vorm je met deze techniek hanteert. Easelkaart is een easelkaart. Dus het werkt allemaal op dezelfde manier. Dus ik heb het allemaal stap voor stap voor je voorbereid. Dus dat ga ik ook gezellig samen met jullie doen. Want ik wil nog even laten zien dat als je dus zeg maar zo'n type stans hebt. Pak hem er heel even bij waar ik mee ga werken vandaag. Dat is de rechthoekige stans. En dan wil ik dus ook even laten zien hoe ik dan die vierkante kaart heb gemaakt. Hier zie je dat mijn volledige basiskaart de stans is. Maar dat ik er wel een dubbele kaart van gemaakt heb. Hoe ik dat doe is eigenlijk heel eenvoudig. Je pakt een stukje dubbelzijdig papier. Die stans je uit. Maar daar hou je een stukje hier over. Dan krijg je dus een dubbele kaart. Dus je haalt hem op deze manier. Ik zal het even op de goede manier doen. Dus je zorgt dat deze snijrand hem niet raakt. En zo haal je hem door je stansmachine heen. Dan stans je hem nogmaals. En die plak je erbovenop. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb hem aan de zijkant nog een keer uitgestanst. En die heb ik erop geplakt. Zo krijg je dus een dubbele kaart zonder dat je het ziet. En dat maakt niet uit of je dit met een
cirkel doet, of met een rechthoek doet, of met die hexagon doet. Zo maak je van een basic vierkant kaart, kun je een dubbele kaart maken. Het maakt niet uit welke vorm van een cirkel je gebruikt. Dus zorg dat deze snijrand niet doorsnijdt, dan heb je dus op die manier je dubbele kaart. Dat is gewoon even een hele makkelijke tip, maar dat is voor mij heel waardevol, want ik gebruik die heel erg vaak. Even kijken. Ja, de corona heeft iedereen zijn leven op zijn kop gezet. Nou, precies hier net zo. Je neemt een dubbele blaadje en dan leg je er iets over de stans. Je kleeft hem op. Ja, inderdaad. Ik denk dat jij ook probeert uit te leggen hoe het met zo'n dubbele kaart werkt. En dat ga ik met zo'n easel card ook doen. Met zo'n easel card heb ik dat dus op deze manier ook gedaan. Heb ik hem dus, nou ja goed, dan heb ik hem natuurlijk op deze manier door de machine heen gehaald. Hè, als je hem in langwerpig papier had. En dan komt dat er als ware zo uit. Wil je er nu een dubbele kaart van maken, kan dat ook. Hè? Nogmaals eventjes, dan heb je hem dus zo door je machine heen gehaald. Dus dat je één snijrand niet raakt. Hè, in dit geval. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om nog een keer uit te stansen. En die daarop te plakken. Dan heb je op deze manier alsnog een dubbele kaart. Dus dit is, of je nou een ISO-kaart gaat maken of een kaart wat ik net liet zien. Zo werkt het principe. En als je met een ISO-kaart gaat werken, dan is dit ook je basis. Maar dan snij je, dan vouw je deze door de helft. Dus dit vouw je half zo. Dan is dit eigenlijk de basis van je easelkaart. Ja, nogmaals, het is lastig, want ik heb natuurlijk een bovencamera, geen zijcamera. Dus ik ga het proberen zo makkelijk mogelijk te laten zien. En wat ik dan eigenlijk ga doen, is dat ik deze hierop ga plakken. Past natuurlijk altijd precies, omdat ik dezelfde stans heb gebruikt. En het, sorry, het enige wat ik hoef te doen, is dat ik zorg dat ik hier iets maak. Een tekstje, een bloemetje, zodat de kaart er aan blijft hangen, zodat hij ook rechtop blijft staan. En het makkelijke is dus, als je hem weer zo opvouwt, heb je als ware gewoon een kaart die je makkelijk kunt verzenden door de brievenbus. He, de mensen die hem ontvangen, moeten hem alleen dan eventjes daartegen aanhaken. En dan is het klaar. Goedemorgen, Gesine. Ja, nou ja, dit zijn tipjes die altijd wel, wel makkelijk zijn als basis. Snap je? Nou had ik al wel even wat voorbereid. En voordat ik die erop ga plakken, plak ik eventjes alvast mijn basis hierop, denk ik dat ik dat had bedacht. Of had ik deze bedacht? Of had ik meerdere opties? Deze heb ik, denk ik. Dat ga ik eerst eventjes doen. Dus ik ga de binnenkant even alvast plakken. Want anders moet ik hem zo meteen precies gaan uitmeten. Dat is lastig. Dus ik plak eerst deze eventjes alvast vast. En uiteraard doe ik natuurlijk even de randjes beïnkten. Ja, precies. Je hoeft dan geen standaard te maken. Deze kaart blijft van zichzelf staan. Dat is inderdaad ook wel echt het leuke van een... Maar het is eigenlijk echt iets vergeten. Want, nou ja, goed, er was dan net toevallig wel iemand die zei, ik maak dat vaker nog. Nou, ik eigenlijk niet. Maar het is wel een hele... Het is een leuk en het is ook een tijdloos model. En dat is wel... ja, dat is wel heel leuk. Dus deze plak ik hier even op. Zodat ik die basis in ieder geval alvast gemaakt heb. En dan plak ik dus... Deze, die ik dus nogmaals uitgestanst heb, die plak ik hier op en die past precies op mijn karteltje. Want ik heb natuurlijk dezelfde stans gebruikt. Dus deze plak ik hier op. Zo. Deze moet je even goed vastplakken natuurlijk. Ja, het is inderdaad niet moeilijk van zien. Het is altijd eventjes lastig uitleggen, maar gelukkig hebben we een camera, dus dan kun je meekijken. Dan begrijp je het vaak wel. Het is niet moeilijk. Wel helemaal niet. Maar het is net eventjes. Je moet even weten hoe het principe werkt. Want ik kan me wel voorstellen dat als jij zo'n kaart ziet. Dat je denkt. Waar moet ik nou beginnen? Nee, ik zal hem even voor de bovenkant laten zien. Maar eigenlijk is het hetzelfde model. Ik heb hier een ander model kaart gebruikt. Maar het ziet er ingewikkeld uit. Maar dat is het niet. En nog steeds het voordeel is dat je het dus gewoon plat kunt verzenden. Want je kunt hem gewoon weer plat maken. Dus, en zo zet je hem als kaart weer erop. Dus dat is wel, ja, ik vind het ook altijd leuk. Ja, hè, Louis, het is inderdaad iets. Nou, ik denk dat zeg ik, dat doe ik 10 jaar geleden of zo al gemaakt heb. Dus dat is wel, wel grappig. Nou, dan is dus de basis is dan zo, nogmaals voor jullie lastig. Maar dan is het eigenlijk gewoon het pimpen van je kaart. En het enige waar jij rekening mee hoeft te houden, is dat je hier iets maakt, waar die tegenaan schuift. Dan is het eigenlijk al klaar. Dus
Dat heb ik uiteraard al een beetje voorbereid, maar ik wil ook nog even iets met jullie inkleuren. Dus ik had dit hele schattige stempeltje gebruikt, een beetje met de kleurtjes waar ik mee werkte ingekleurd. Maar ik moet alleen de vaas nog inkleuren. Dus ik denk, oh, dat is misschien wel even leuk qua schaduwen om mee te kijken. Dus die ga ik zo meteen nog even inkleuren samen. Maar de basis heb ik eigenlijk allemaal al een beetje uitgestanst. Die zitten ook gewoon in die setten. Dus dat past allemaal mooi op elkaar. Nou, en ik vond het ook wel weer eens leuk om met paars te werken in plaats van roze of blauw. Dus het wordt vandaag een paarse kaart. Is de onderkant gelijk of steekt die bovenkant uit? Even kijken, wat zeg je precies? Even kijken, waar was je nou? Ik kan je vraag nou even niet meer doen, maar wat ste ja, hij steekt natuurlijk altijd wel iets uit, hè? Dit steekt natuurlijk uit, maar uiteindelijk, als je hem dichtklapt, dan valt hij mee. Dan steekt er niet echt iets heel erg schrikbarends uit. Ik weet niet helemaal of ik nou precies je vraag beantwoord, maar hij wordt er niet langer van of zo, hoor. Maar ik heb er wel rekening mee gehouden natuurlijk dat ik hem vanaf onderkant plak. Dus dan is hij eigenlijk gelijk aan de stans. Het tijdloos model, hè? Ja, precies. Maar toch zie ik hem eigenlijk de laatste tijd helemaal niet meer veel voorbij komen. Terwijl het wel echt een heel leuk model is. Dankjewel, Els. Graag gedaan. Je kan er ook een knoopje op plakken, hoor. Ja, dat kan ook zeker. Ja. Knoopjes kun je erop doen. Nou, vaak doe ik een bloementoef of van die kant-en-klare bloemetjes. Dat is ook altijd leuk. Je moet gewoon iets hebben waar die achter blijft haken, zeg maar, zodat die blijft staan. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van een easelkaart. Ja, de onderkant is inderdaad gelijk, zodat de bovenkant eruit komt. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dit. Maar dit is hetzelfde afstandmaat. Snap je? En soms vind ik uitleggen nog best lastig. Oké, goed zo, dan is het goed. Zo simpel is het. Ja, precies, Gerry. Het is ook niet moeilijk. Je moet het alleen altijd even weten. En als je het weet, dan is eigenlijk alles simpel. Maar zo werkt alles in het leven, volgens mij. Ah, oh, ja, lief voor Francine. Nou, gelukkig staan er wel heel veel. Ik heb dit, denk ik, al 3 jaar of zo, misschien al wel langer, elke maandagochtend live gedaan. Dus er zijn gelukkig nog wel heel veel uitzendingen die je kan terugkijken. En ik kan het me echt niet voorstellen dat ik helemaal niks aan creativiteit meer ga doen. Of dat ik nooit meer de camera aanzet. Want dat is het niet. Ik vind dit heerlijk om te doen. En wat iemand terecht in een mailtje ook appte van ja, ik heb al het idee dat ik met een hele club aan het knutselen ben. Ja, dat is ook juist de kracht van de live. Dat heb ik ook. Ik ga jullie ook ontzettend missen, want dit is zo gezellig. Het is, nou ja, ik vind het leuk om dingen uit te leggen, om jullie te laten zien. Maar jullie geven mij ook gewoon heel veel gezelligheid terug. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ik het helemaal niet meer ga doen. Maar voor nu is het gewoon even belangrijk om gewoon even niks te doen. En nou, ik kan me het haast niet voorstellen dat ik heus wel weer een keer de camera aan ga zetten. Dat is dan misschien niet op maandagochtend 9:30. Maar dat zeg ik, deze installatie hangt er en ik zal jullie ook missen. Dus ik kom vast wel weer goed. Dit is inderdaad mijn laatste uitzending. Ik ga inderdaad stoppen. Ja, ik heb dit heel veel plezier gedaan en mijn werk is ook echt mijn passie. Maar ik merk gewoon. Door corona is de creativiteit, alles is hier bij mij in huis. De kinderen hebben thuisonderwijs gehad. Mijn man die constant thuis is. Het is gewoon één gekke chaos geweest in die coronatijd. En het vloog me gewoon letterlijk een beetje aan. Dus het is voor mij gewoon echt belangrijk om nu helemaal niks te doen. Dus ik ga lekker vakantie nemen met mijn gezin en mijn meiden. En dan zie ik dan wel weer hoe ik me voel en wat eruit komt. Dus ik kan me inderdaad ook niet voorstellen, Francine, dat je me nooit meer zou zien. Dus, ah, wel lief voor Iris, dank je wel. Nou, ik heb al, dat zeg ik al een beetje voorbereid. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe, want volgens mij had ik deze zo bedacht. Want ik wou hem ook niet te druk maken. Ik ben van nature zelf altijd alles volbouwen. Maar ik merk ook dat er heel veel mensen het mooier vinden om een strakke kaart te maken. Dus ik probeer hem niet te druk te maken. Maar goed, daar ben je natuurlijk zelf vrij in. Hè. Je kunt met alles werken. Je hoeft niet met een stempelafdrukje te werken. Je kunt ook allemaal met bloemetjes doen. Of je kunt ook gewoon mixed media-achtig maken. Het gaat eigenlijk mee om het model van zo'n easelkaart uit te leggen.
Ja, jij hebt het gedaan, inderdaad, Henk. Het is allemaal jouw schuld. Mijn man zit in de chat. Ja, even me-time. Precies. Nou, dan ga ik toch nog heel even met jullie het vaasje nog even inkleuren. Want ik dacht, dat red ik allemaal prima qua tijd. En ik weet dat jullie het ook leuk vinden altijd om te zien hoe dat met dat inkleuren precies allemaal werkt. Nou werk ik graag altijd met Kansai Tambi. Nou heb je verschillende sets, maar het voordeel is dat je ze ook gewoon echt lekker allemaal los kan kopen. Dus je bent niet verplicht om setjes te kopen. Ik heb even twee setjes nodig, omdat ik met zwart en grijs wil werken. Ja, dat kunnen jullie wel zien, hè? Wat ik wat met Kansai Tambi belangrijk is, dit is Japanse aquarelverf. Het is kei en keihard. Dus wat je als eerst doet, is dat je hem eerst nat maakt met water. Dan moet je hem eventjes mengen met je kwastje, zodat hij goed geactiveerd wordt. En dan kun je er gewoon mee werken als aquarelverf. En het droogt daarna op. En als het droog is, wordt het weer keihard. Dus je hoeft daar niet bang voor te zijn. Nou ja, zoals je ziet, ik heb deze set, nou, 6, 7 jaar denk ik. Nou, en ik gebruik het, zoals jullie weten, enorm veel. Nou, je ziet bijna niet dat het gebruikt is. Het enige kleur die ik zou moeten vervangen is de witte tint. Die raakt een klein beetje op. Maar voor de rest, je doet er echt super lang mee. Dus ik ga even mijn grijs en mijn zwart een beetje mengen. En dan pak ik een penseeltje. Maar je kunt ook met een waterkwast meewerken, wat jij prettig vindt. Daar ben je vrij in. Pak hem ietsjes dunner. Ja, Saskia, dat is denk ik wat mij het meeste aanvlogen. Ja, precies, mannen krijgen altijd de schuld. Dat is nou eenmaal zo. Gelukkig zitten hier bijna allemaal vrouwen. Dus dat scheelt. Ja, precies. Het is niet om jullie, want ik ga jullie ontzettend missen. Daarom vind ik het ook gewoon ontzettend moeilijk en ben ik ook gewoon echt wel heel emotioneel. Want ik vind dit eigenlijk ook het leukste wat er is. Dus het is heel tegenstrijdig. Goed, ik heb gewoon een bakje water naast mij staan. En dan ga ik beginnen met in dit geval even de zwart. Dus je gaat hem eigenlijk een beetje activeren. Dat kun je nog wel zien, hè? Als je denkt, oh, ik vind dat toch wel spannend. Zo'n hele zwarte kleur kun je altijd op je craftsheetje een beetje eraf halen. Maar je kunt daar wel mooi de donkere tint mee aanzetten. Met Kansai Tambi is het ook trouwens zo, hè? Hoe minder water je gebruikt, hoe heftiger de kleur is. Hoe meer water je gebruikt, hoe lichter een kleur wordt. Ja, dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat kun je met deze techniek ook heel goed zien. Als ik nu weinig water pak en ik ga er nu op aanzetten, dat ga ik nu even niet doen, maar ik kan het je even laten zien, dan wordt het een hele harde zwart. Dan kunnen jullie even de Kansai Tambi misschien niet goed zien, maar ik zal het even inzoomen. Maar zou ik nu een klein beetje water op mijn penseel doen, dan maak ik van zwart, zeg maar langzaam grijs. Zie je, dat is dus wel echt de kracht, denk ik ook wel, van die aquarelverf. Omdat je daar echt met water heel mooi mee kan spelen. Het is ook echt een artist product, hè. Er zijn ook mensen die hier echt kunstwerk, schilderijen van maken. Kijk, ik gebruik het voor mijn hobby omdat ik inkleuren heel leuk vind. Maar er zijn ook mensen die hele schilderijen schilderen met die verf. Dus ik ga eerst de donkere tintjes aanzetten. Nou, dat kun je in de stempel. En dat vind ik wel fijn van deze stempels. Daar staan de schaduwen eigenlijk al een beetje aangegeven. Hè? En vaak als je iets bol wil laten lijken. Dus een vaas is natuurlijk ook een rond ding. Dan is het altijd mooier als je aan beide kanten de donkere lijnen aanzet. Dan oogt het ook als een bolling. Dus in dit geval trek ik hem door. Heel dun streepje hoeft het maar te zijn hoor. Maar eventjes door naar beneden. Zodat je, nou ja, je hersenen zeg maar ook denken dat hij rondloopt. Dus dat doe ik ook aan de bovenzijde. Hier mag hij wel ietsjes donkerder. Maar pas altijd op, hè. Je kunt nooit iets lichter maken makkelijk. Je kunt beter altijd een beetje donker toevoegen dan gelijk te donker aanzetten. Nou, deze mag van mij ook wel gewoon deze tint hebben. Kijk, ik kies nu voor grijs, maar je kunt natuurlijk ook een blauwe vaas maken, hè? En deze ga ik gewoon even in één kleur doen. Misschien aan de buitenkant ietsjes aanzetten nog. Kijk, en dan pak ik eigenlijk. Dit is nog steeds zwart trouwens hoor, wat ik pak. En dan ga ik voor mijn lichtere kleur, dat is deze, dat is de grijs tint. Nou, dat ik zelf in beeld ben, vind ik niet altijd fijn hoor. Vooral nu, ik heb echt de nachten niet geslapen.
Dus nu zie ik er helemaal lekker uit, maar ja, precies hoor. Zo zie ik het ook wel, jongens. Hoe heet die? Hoe bedoel je, Iris? De stempel? De stempel is. Het is een heel klein stempeltje. Dat is deze stempel. Er zit ook een tekst bij. Thinking of you. Het is gewoon een schatje. Maar oh, ik weet even niet zo hoe die heet. Maar ik heb wel de link voor je. Als je dat bedoelt. Met zijn producten. Als je daarop klikt, dan vind je, als het goed is, een overzichtje. En als je iets naar beneden scrolt, dan vind je ook daar die stempel weer op terug. Ik weet even niet precies hoe die heet. Ik noem hem bloemenvaas, maar zo zou die vast niet heten. Ja. En trouwens, doe je voor woensdag een bestelling bij ons, dan mag ik ook 3 verrassingspakketten weggeven van dit merk. Dus dat is echt de moeite waard om mee te doen. Vorige week hebben we ook 3 winnaars. Ik denk dat ze er alle 3 niet zijn in de chat. Maar dat was Monique Hildenissen, Elke Keizer en Hanna Wesseling. Die hebben alle 3 vorige week. Ik denk dat jullie het pakketje al wel binnen hebben. Maar ik mag ook deze week dus nog 3 verrassingspakketjes weggeven. Dus doe je een bestelling, dan worden daar 3 winnaars uitgekozen. En die ontvangen dan nog een leuk verrassingspakket. Dus dat is zeker de moeite waard. Oh, op welk papier ik bezig ben? Ik gebruik altijd waterartpapier. Dat doe ik met alles. Of ik nou met. Dat ziet er zo uit. Ja, ik heb het kleine formaatje A6. Maar je hebt dit ook in grotere formaten. Dit is de 185 gram. Ze hebben ook nog dikker. Dus ben jij iemand die met veel water werkt, dan is er ook een zwaardere gram. Ik geloof 300 grams. Maar ik werk eigenlijk altijd met 185 grams. Maar als ik met mijn Faber-Castell Polychroma potloden kleur. Dan werk ik ook met het waterartpapier. Ik stans ook met het waterartpapier. Het is namelijk. En je kunt er ook. Het is aquarelpapier. Dus je werkt ook. Kunt er ook mee. Zoals ik dus nu doe. Maar het is een hele fijne structuurpapier. Oh, daar zit geen relief in. In de meeste aquarelpapieren vind je een soort korrel. En als ik iets niet fijn vind, zijn het korrels. Ik wil gewoon een glad papier. En dat is wat het waterartpapier is. Dat is glad aquarelpapier. Hé, hey, Lianne. Oh ja, dat is via de televisie. Dat hoor ik wel meer mensen zeggen. Maar dan kun je waarschijnlijk niet mee chatten. Dan moet je via mobiel of zo mee chatten, denk ik. Dat weet ik ook eigenlijk niet. Het is wel lekker groot. Dan kun je wel alles zien. Oh, inderdaad, Iris. De verf waar ik mee werk, dat heet Ganzai Tambi. Ook die vind je trouwens in de link, hoor. En het leuke is, je kunt elk. Sorry, maar ik ben nog steeds niet helemaal lekker fit. Je kunt deze dingetjes gewoon loskopen. Mocht je er ooit doorheen zijn. Dan kun je die dingetjes ook weer los vervangen. Maar als jij zegt, nou, ik vind het te duur om in één keer een hele set te kopen. Dan kun je ook die bakjes gewoon los halen. En die kun je. Ik heb ze zelf heb vorige keer ook laten zien. Hè, in een. De overige heb ik in zo'n pennenbakje. Kijk, ik heb gewoon zo'n pennenbakje ergens gekocht bij de Hema of zo. En dan heb ik ze gewoon los ingezet voor de kleurtjes die ik in het begin nog niet had, die ik toegevoegd had. Dus die kun je gewoon in zo'n bakje, blikje bewaren. Het zijn heel makkelijk handzaam. Oh, Paula, wat lief. Dankjewel. Ja, het is inderdaad heel fijn papier. De mensen die het al gebruikt hebben, die hebben daar volgens mij allemaal dezelfde mening over als ik. Het is kwalitatief ontzettend goed papier en het is relatief niet duur. Het is geen kostbaar papier. Je hebt heel veel aquarelpapieren die echt aan de prijs zijn, maar dat zijn deze ook niet. Kan via de televisie en mobiel. Nou, Lianne, dat komt helemaal goed. TV-scherm kijken en dan chatten via de telefoon. Ja, Jacqueline. Ja, het zijn inderdaad meer mensen. Ik moest er in het begin altijd even aan wennen. Maar ja, er zijn heel veel mensen die via de televisie kijken. Kijk, het is nu ondertussen al een beetje opgedroogd. Dat maakt op zich niet uit, hè. Zodra je het weer activeert, dan kun je hem gewoon weer bewerken. En dan ga ik hem gewoon met alleen maar meer. Want er zit zoveel kleur in die verf. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is eigenlijk alles een beetje te blenden. Daarom zeg ik, het is heel zuinig in gebruik. Je hebt heel weinig nodig. Er zit zoveel kracht in, kleur in, pigment in, officieel. Dat je eigenlijk niet echt heel veel meer nodig hebt. Je moet het eigenlijk alleen allemaal een beetje bij elkaar heen blenden. Zie je dat? Nou, zo krijg je een klein beetje het. Ik dacht, het is toch nog wel even leuk om wat te kleuren. Ik vind kleuren nou eenmaal gewoon heel fijn om te doen. Het is toch een beetje therapeutisch. Kijk, zodra je dus over dat zwart heen gaat, activeer je hem weer. En dan kun je dus alsnog gewoon blenden. Dus het is niet watervast.
Je hebt bijvoorbeeld de markers van Faber Castell, die aquamarkers. Als je daar overheen gaat, is het permanent. Droog is dan ook droog. Permanent, dan, dat heeft natuurlijk ook voordelen. Maar dan moet je wel heel netjes werken. Met dit kun je er nog gewoon overheen en activeer je de onderste kleur gewoon weer. En zo kun je dus net zo lang doorgaan totdat jij het mooi vindt. Dankjewel, Inge. Oh, je was toch nog. Ja, je zei al dat ik niet te kon kijken. Ach, die zit in de auto. Leuk. Dankjewel, lief. Nou, één gaatje valt mee. Ja, ik ben ook niet de allergrootste fan van de tandarts, hoor. Dus ik snap het wel. Nou, zo ga je eigenlijk net zo lang een beetje poetsen totdat je denkt, nou, zo vind ik hem leuk. Nou, ik ga nog even een paars hartje maken, want ik werk natuurlijk met paars papier. Dat is even buiten beeld, denk ik. Maar ik doe gewoon even wat water op mijn paarse verf en dan ga ik die gewoon inkleuren. Eerst gewoon zachtjes. En dan pak ik nog een klein beetje inkt en dan ga ik hem bovenkant eventjes ietsjes. Dat zeg ik, hè. Je kunt dus van één kleur dus donker en licht maken. Zie je dat? Het is gewoon heel sterke pigment. Oh, dat zien jullie nog niet, maar dat, als het goed is, is het nu wel zichtbaar. En dan is die eigenlijk klaar en dan kunnen we hem gaan opplakken. Nou, het is wel echt een schattig stempeltje. Een lief stempeltje is het. Je kunt hem ook echt wel voor van alles gebruiken. Wat ik trouwens nog wil zeggen, hè? Mijn dochter is 12, maar die vindt dit ook heel leuk. Kijk, mam, mag ik die ook nog even laten zien in de live? Ja, liever, dit laat even zien. Kijk, wat leuk is, wat ik gedaan heb. Dit vind ik dus heel ontspannend werk, hè? Dus ik heb allemaal die bloemetjes heb ik allemaal geëmbost. Zie je dat? Er zit geëmbost, dus dat zie je aan de coatinglaagje. En dan ga ik s'avonds gewoon lekker kleuren. En Marit heeft deze gekleurd. Maar dit is ook gewoon heel leuk om te doen. Dit kun je dus ook heel leuk met kinderen doen. Die vinden het ook heerlijk om mee te verven. Kijk, en als je goed kijkt, dat is ook alweer de kracht van Kanzetambi. Heeft zij het heel dik? Kijk, ik heb het heel luchtig aangebracht. Maar als je het dik aanbrengt, dan komt er een soort coatinglaag op. Zie je dat? Nog een laag. Zie je dat? Zo kun je dat goed zien. Dan zit er echt een soort laag op die Kanzetambi. Nou, hier heeft ze natuurlijk met meerdere kleuren gewerkt, is ook leuk. Dat wou ik nog even laten zien. Wou Marit het ook graag even laten zien. Dankjewel, Caroline. Ja, weet je, ik vind clean colors ook heel lekker werk hoor. Maar ik vind het ergens ook heel fijn om met verf te werken. Maar dat is ook maar net in welke modus ik zit. Dus het kan natuurlijk met alle twee wel. Maar nee, ik denk dat je daar toch inderdaad wel een feeling bij moet hebben. Als ik zeg maar ga embossen, dan werk ik vaak met de Versamark. Dus met deze, dat is dat oh, dekseltje. Dat is een soort inkt die dan een coat, die een plaklaagje aan legt. En dan doe ik dat met embossingpoeder. Dat verhit ik dan. Daar gebruik ik Versamark voor. Maar echt om te stempelen, als ik niet ga doen, dan gebruik ik altijd Versafine. Versafine heeft echt een hele mooie. Daar kun je heel mooi gedetailleerd mee stempelen. Ik vind dit echt de meest prettige inkt om gewoon mee te kleuren. Die is ook gewoon watervast. Dus als ik niet geëmbost had, maar gewoon gestempeld had, dan doe ik dat altijd met Versafine. En dan de zwart. Maar die heb je in alle kleuren van de regenboog. Maar ik heb altijd zwart. Ja, heeft ze goed gedaan, hè? Nou, ik zou tegen haar zeggen. Ja, Annette, kleuren is inderdaad doen. En het mag ook fout gaan. Weet je, begin je gewoon weer opnieuw. Kleuren heb ik ook inderdaad echt wel. Ja, door het vaak te doen, word je daar wel makkelijker in hoor. Handiger in. En vooral de schaduw, hè, vind ik soms nog wel eens moeilijk hoor. Van nou, hoe valt die en waar moet ik nou de accentjes neerzetten? En dat hou ik ook nog wel hoor. Kijk, dit zijn wat makkelijkere stempels, maar je hebt ook wel. Wat lastige stempels en dan heb je echt met schaduwlijnen te maken. Dat blijf ik ook nog wel lastig vinden hoor. Ja, maar het is inderdaad wel echt mijn creatieve ik hoor. Dat is echt mijn mini-me. Niet altijd meer, maar wel ja, toch nog wel met regelmaat hoor. Dat ze mee wil kleuren. Vooral als ze me ziet kleuren, dan wil ze vaak ook wel meedoen. Ik plak het eventjes vast aan de achterkant met mijn dubbelzijdige tape. Ook zou jullie weer eventjes ietsjes uitzoomen. Anders ben ik bang dat de helft niet in beeld is. Zo. Die plak ik op mijn kaart. En dan ga ik eigenlijk aan het werk met, nou ja, met mijn sluiting. Kijk, ik kan hier zo meteen nog heel leuk wat bloemetjes plakken. Daarom heb ik ook al die bloemetjes, heb ik ook allemaal al netjes uitgeknipt. Zie je dat? En vlindertjes en takjes. Ik vind dit ook zo leuk. Maar kijk hoe schattig.
Ik wil je nog even laten zien. Dat heb ik voor mijn vriendinnetje gemaakt. Was eigenlijk niet de bedoeling om die in beeld te laten zien. Maar kijk hoe leuk je hem kunt maken door die takjes en die bloemetjes gewoon te versieren rondom je projectje. Zie je dat? Gewoon door die blaadjes en die bloemetjes gewoon te embossen en uit te knippen heb ik in dit geval gedaan. Maar er zijn ook stansen dat je ze uit kan stansen. Alleen vond ik de rand dan net iets te breed, dus ik heb ze wat smaller uitgeknipt. Maar zo krijg je ook een heel fleurig geheel. Dus net weer even op een andere manier de bloemetjes bewerken. Curitake, klopt. Ja, officieel is het merk Zich of Curitake. Dat is het hoofdbedrijf. En daaronder vallen de clean colors, valt Kansai Tambi. Maar het merk heet inderdaad Zich of Curitake. Dankjewel, Ilona. Helemaal goed. Jij succes straks ook met je operatie, denk ik, hè? Leuk, hè? Ja, is wel schattig, hè? Dat tasje. Ja, ik vond hem ook heel leuk. Maar goed, dan is het met een ISO-kaart dus belangrijk dat je dus de stop gaat maken. En nogmaals, daar heb ik niet over nagedacht, want we hebben een bovencamera. Dus ik probeer hem een beetje zo te knutselen. Ja, want kijk, normaal zou ik zo knutselen, maar jullie zien het al niet. Dus ik ga even kijken hoe ik dat dan weer ga oplossen. Maar ik heb het alvast een beetje uitgestanst. Dat is ook de banner die erbij zit. It's your day. Nou, dan is het misschien leuker om het op die manier te doen. Maar dat bestaat uit twee delen en ik wil deze als stop gebruiken. Dus ik ga hem eventjes met een tapeje vastplakken dat hij hier ook vastplakt. Of ik pak even nu een stukje tape. Dat is misschien makkelijk. Nou ja, ik zie het wel eventjes. Dat ik hem ook eventjes aan de andere kant erop plak. Dus dat hij hier ook vast zit. Snap je wat ik bedoel? Want anders valt hij er natuurlijk uit. Dus ik moet hem even recht knippen, denk ik. Daar heb ik dan weer niets over gebruikt. Gezichtjes kleur ik als ik met Kansai Tambi, werk en ik moet een gezichtje kleuren, pak ik heel stiekem de clean colors. Alleen maar voor het gezichtje. En daar gebruik ik wel vaste nummers voor. Die zijn echt heel mooi. Dat is nummer 28 en nummer 69. En voor de blosjes gebruik ik altijd nummer 230. En de rest kleur ik met Kansai Tambi. Omdat ik bij mezelf nog niet echt een mooie kleurencombinatie heb van Kansai Tambi voor de huid. Pak ik altijd stiekem de clean colors. Sst, niet te ver vertellen. Dus ik heb hem even recht afgeknipt. Want het gaat er natuurlijk om, anders valt hij eruit. Snap je? Dus ik moet hem even hier over plakken. En dat moet ik ook even aan de andere kant doen. En zo komt het wel goed. Zie, die moet ik daar overheen plakken. Zie, en zo heb ik hem, it's your day. En dan is het eigenlijk mijn stop. Dus dan bepaal jij zelf. Wil jij de stop zeg maar helemaal laag op mijn kaart hebben staan? Of wil je hem juist rechterop? Kijk, als je hem rechterop doet, heb je wel een groter vlak wat je leuk kunt versieren met bloemetjes. En hoe korter je hem, hoe lager je hem maakt, hoe minder hier je hoeft te doen. Dus ik ga voor de makkelijke versie. Dus ik plaats hem gewoon. Nou, niet overdreven naar achteren, maar gewoon zo. Kijk, en dan zorgt hij ervoor dat die kaart dus ook zo blijft staan. Snap je? Dit is de stop van mijn kaart. Hiermee blijft hij achterhaken en zo blijft hij dus staan. En nogmaals, zo kun je hem wel plat verzenden. Dus dit is dan. Nou ja, dat nogmaals, je kunt hem ook verder naar achteren plaatsen. Dan heb je meer ruimte om dat nog op te vrolijken met tierenlantijntjes. Maar zo als basis nou ja, ben je eigenlijk klaar. Maar ik vind het dan altijd nog wel even leuk om wat blaadjes en wat bloemetjes erbij te doen. Omdat ik het dan gewoon afvind. En zoals hier bijvoorbeeld plak ik dan gewoon wat takjes op. Zo. En dan plak ik er nog een bloemetje op. Maar dat is omdat ik het anders een beetje saai vind. Ik hou dan toch maar weer van druk. Kijk, een leuk vlindertje aan de bovenkant. Snap je? Bloemetje erop. Nou, ik vind het dan weer net even iets meer afmaken. Zie je dat? Dan niets. Maar daar ben je natuurlijk vrij in. En die vlindertjes en die bloemetjes, die komen dus ook eigenlijk allemaal uit dezelfde serie van Sweet Honey Designs. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik vind het altijd wel afmaken. Oh, morgen. Nou, ik ga aan je denken, Ilona. Ik heb dan toch niks. Ik heb dan ook al gewoon niks meer, dus ik ga de hele dag aan je denken, Ilona. Zo'n kaarsje voor je branden. Ik denk dat ik me zo meteen nog stierlijk ga vervelen. Hoe heet die stiften voor de juiste kleur? Dit zijn clean colors. Van zich ook weer, Curitake. En voor de gezichtjes gebruik ik altijd 028, nummer 69
En nummer 230 voor de wangetjes. Dus dat zijn de kleurencombinaties die ik zelf altijd gebruik voor de poppetjes in te kleuren, de gezichtjes in te kleuren. Dus dat zijn clean colors van zich, Curitaq. Is leuk, hè? Ja, Janita, ik denk een jaar of drie, maar ik stream. Ik denk dat wij een van de eerste streamers waren. Toen bestond Facebook Live nog niet eens. Toen had ik een speciaal kanaal dat heette Twitch en daar werd gestreamd. En niet veel later bood Facebook die dingen aan. Dus in het voor Evelien's design denk ik dat ik het een jaar of drie, vier doe. Ja, en maar daarvoor streamde ik al. Dus ja, al wel echt lang. Maar ik denk inderdaad zeker wel 3 jaar dat we elke maandagochtend live waren. Alleen als het bijvoorbeeld een feestdag was, dan was ik er niet of met vakantie. Maar we waren er echt wel heel structureel altijd op maandag. Al gelukkig dat we. Nou, er zijn ook wel heel veel mensen die inderdaad een rustige stijl hebben. Nou, dat heb ik niet. Bij mij moet alles vol. Ik wil elke lege ruimte opgevuld hebben. Maar dat is bij mij een knutselhok ook. Het staat hier ook zo bommetje vol. Dat ik af en toe denk, ruim die eens op. Maar ik ben daar ook gewoon een rommelkont in. Dus dat zou ook wel komen dat mijn stijl misschien ook wat drukker is. Ik weet het niet of dat ook met persoonlijk iets heeft te maken. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ah, oh, wat lief Elke. Ja, ik mis jullie ook hoor, Sabine. Dat heb ik ook wel hoor. Ja, hè, met heel veel jaren al, ja. Heel veel mensen die inderdaad mijn live kijken, die keken al bij Twitch. Ja, toen heb ik ooit een keer een streammarathon gehouden op een zondag of zo. Toen begonnen we om 10 uur 's ochtends. Ging ik gewoon door tot 5 uur. Alleen even eten tussendoor. Ging Henk een eitje voor me bakken. En dan waren we echt urenlang waren we gewoon een knutselmarathon aan het houden. Maar ja, het zijn ook hele leuke tijden. Ik kan het me ook niet voorstellen dat ik het ook niet meer ga doen. Maar voor nu is het gewoon belangrijk dat ik mijn rust neem. En het is heel rigoureus voor jullie, dat begrijp ik wel. Ik heb er zelf ook ontzettend veel moeite mee gehad. Maar voor nu is het gewoon echt het beste even. Ja, Twitch wordt heel veel gebruikt om. Het is eigenlijk officieel ook een streaming gaming kanaal hoor. Streaming kanaal. Ja, Roelie, was jij ook al bij, hè? Ja, daar wordt er inderdaad ook wel heel veel lives aangeboden. Hè, sinds Facebook die service biedt, is bijna volgens mij elk bedrijf wel met lives bezig. Maar op Facebook geeft zoveel gezeur altijd, vind ik. En dan is YouTube een toch wat stabieler medium om op te streamen. Ja, het maakt het wel af zo, hè? Ja, precies, Magda. Er zijn inderdaad heel veel van jullie keken toen inderdaad ook al de Twitch. Bestaat trouwens ook nog gewoon steeds, hoor. Kijk, ik vind het ook, het gaat net iets meer leven. En die bloemetjes die komen ook weer, zie je dat? Die bloemetjes komen ook weer terug in dit bloemetje. Dat is toeval, maar die serie, het past natuurlijk allemaal bij elkaar. Hè? Het is natuurlijk gemaakt door dezelfde designer. Dus die zou daar vast wel rekening mee gehouden hebben. Maar het matcht nu wel heel erg leuk. Die bloemetjes zijn er ook iets kleiner. Zie je dat? Dus de grootte en de bloem. Je hebt allemaal verschillende formaten bloem. Maar deze mag wel. Dat mag wel een beetje uitsteken. En ik vind het wel leuk om daar nog even een vlindertje te plakken. Ik denk dat ik die toch wel even dichtplak met een foompje. Ja, heel veel lives, hè? Precies. Ja, Lian, ik ga heerlijk genieten. Ik heb volgens mij van mijn hele leven, ja, op de vakanties toen ik op school zat natuurlijk, nog nooit zo lang zomervakantie gehad. En dat ga ik nu echt lekker met mijn man, want mijn man zit in het onderwijs, die is HBO-docent. Dus die heeft ook 6 weken zomervakantie, de kinderen natuurlijk ook. Dus ik ga eerst lekker genieten van mijn vakantie en dan zie ik het wel. Ik ga me daar zo min mogelijk druk over maken, want er schiet er wel helemaal niks mee op. Zo. Nou, ik laat hem uitsteken. Ik kan me wel voorstellen dat je hem binnen de kaders wil houden hoor. Als je hem echt wil verzenden via de post, dan zou ik hem misschien iets meer naar die kant geplaatst hebben. Maar ik vind het wel leuk en eigenwijs als iets uitsteekt. Dus ik kies ervoor om de vlinder iets buiten het veld van de kaart te doen. Dat betrap ik mezelf sowieso vaak op hoor. Dat ik het moeilijk vind om binnen die kaders te blijven. Hier bijvoorbeeld ook. Het steekt bij mij altijd uit. Kijk, hier ook. Dat is geen toeval. Dat is gewoon mijn manier van werken. Ik vind het altijd leuk als het net even een grotere geheel of zo. Het is eigenlijk hetzelfde. Heb ik hetzelfde product gebruikt en heb ik alleen maar twee vlindertjes aan de zijkanten gedaan. Nou, dan kun je ook wel goed het verschil zien. Ja, ik vind het net even. Het is precies dezelfde kaart, maar ook weer niet. Zie je dat? Door gewoon een bloemetje of een vlindertje te gebruiken en trouwens ook de kleuren. Hè? Kleuren doen ook heel veel. Maar eigenlijk zijn het exact dezelfde materialen die ik heb gebruikt. En toch is het een hele andere kaart.
Ja, precies, Jacqueline. Dat is inderdaad. Ik kreeg ook een hele lieve tekst van iemand, inderdaad, ook over de deuren. Denk, oh ja. Dankjewel, lief hoor. Leuk, hè? Ja, Selma, dit is ook een hele makkelijke manier. En een techniek die eigenlijk al heel oud is. Het heet een easel card. Nou ja, en dan ziet het er aan de zijkant zo uit. Maar het leuke is dat je eigenlijk gelijk wel een staande kaart hebt. Je hoeft er ook geen houdertje voor te maken. En nog steeds het voordeel is dat je hem gewoon plat kunt verzenden. Zodat hij gewoon door de brievenbus heen past. Maar als je hem zo opent, je ziet het er wel ingewikkeld uit. Maar je hebt al gezien dat de techniek is eigenlijk heel simpel. Dus ja, nou, dit is eigenlijk. Je kunt hem nog verder pimpen hoor. Maar ik vind hem voor nu gewoon goed. Ja, het is nog steeds lastig dat het vanaf de bovenkant zichtbaar is. Maar goed, jullie snappen wel het principe hoe het er dan eigenlijk uitziet. Zo voor jullie aan de zo-kant. Nou, ik weet niet of er verder nog vragen of dingetjes zijn. Ik wil nog wel echt even benadrukken: we hebben echt een hele leuke actie. Mocht je voor woensdag een bestelling plaatsen bij ons, dan maak je dus kans op 3 verrassingspakketjes. Bij de winnaars worden er 3 mensen uitgekozen en die winnen het verrassingspakketje. Maar dan zou je wel voor woensdag de order moeten doen. En dan heb je in het weekend misschien wel een leuk verrassingspakketje van het merk Sweet Honey Designs. Want dat is het merk wat wij dus nieuw in het assortiment hebben gekregen. Nou, dan. Dan ga ik zo snel mogelijk afsluiten, want anders stromen de tranen zo meteen nog van mijn gezicht af. Ik heb er ontzettend tegen opgezien, de laatste live-uitzending. Maar zoals altijd is het gewoon supergezellig. Ik was gewoon bang dat ik heel emotioneel zou worden. En ik ben ook wel echt heel emotioneel, dus ik probeer me goed te houden. Maar ik vind het ontzettend lief en ik ben heel dankbaar voor al jullie berichtjes en mailtjes. En ach, ik heb zoveel liefs van jullie ontvangen. Dat waardeer ik echt enorm. Ja, dit was het. En dank jullie wel. Ook, ik vond het ook heel lief dat jullie er allemaal waren. Dat ze ook echt even de tijd namen. En nou, dank je wel. Nou, lief. En Henk zegt ook nog even dag. Dag, Doei dag. doei. Dank je wel allemaal.